We gaan ook deze module gewoon echt adviseren van gebruik dus ook meerdere pagina's, hè. Het is wel een heel tijdje al een trend om een one-page design te maken. Maar als je dus meerdere pagina's maakt, eigenlijk heb je het dan makkelijker. Want waarom? Omdat je eigenlijk gewoon... je hebt dus een bovenkant en een onderkant, hè, die header en die footer. En het midden wat daar gebeurt is elke keer wel anders. Dus, maar je kunt wel gewoon een hele hoop dingen opnieuw gebruiken. Dus je sloopt gewoon het middelste stuk eruit. Slaat hem weer op als een nieuwe pagina. En je hebt eigenlijk weer een nieuw canvas, zullen we zeggen, waar je de andere pagina kan opmaken. Wat het ook wel een voordeel biedt, is dat je gewoon ook duidelijk ziet dat je dus maar één stylesheet gebruikt voor al je pagina's. Dat klinkt een beetje vreemd, want je denkt van, maar die andere pagina's heeft toch bijvoorbeeld heel andere dingen erin staan, ook misschien andere ID's, of andere, daar zit bijvoorbeeld geen big text in, maar misschien gewoon, weet ik veel, een aantal plaatjes naast elkaar, of die gedraagt zich anders. Nou, het is namelijk zo dat als je ID's in je stylesheet hebt zitten, maar die worden niet hier opgeroepen, zullen we maar zeggen, dan negeert die ze gewoon. Dus dat geeft je ook de mogelijkheid om gewoon al je stylesheet in één stylesheet te zetten voor meerdere pagina's. Wat is daar ook het voordeel van? Nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als ik hier een nieuwe pagina pak van bol.com. Even kijken. En bol.com bepaalt op een gegeven moment zo de weet ik veel, de vormgevers of die zeggen van nou, onze groep is steeds ouder aan het worden. Deze lettertype is eigenlijk net iets te klein. Hij moet iets meer leesbaar zijn. Dat zal onze verkoop met 5% verhogen. Nou, je weet, bol.com heeft waarschijnlijk miljoenen spullen te koop. Net zoiets als Amazon en zo. Kijk, als jij 6 pagina's hebt, kun je per pagina wel een stylesheet hebben en elke pagina apart weer gaan aanpassen. Maar als je er een miljoen hebt, dan is dat niet echt een fijn klusje, zullen we zeggen. Dan zou je echt zo denken van, oh nee, daar komt de stagiaire om de hoek en die zegt, daar zeggen we tegen van, hé jongen, zie je die miljoen pagina's? Nou, dan moet dus overal het font 1 keer groter gemaakt worden. Dus één korps groter maar. Nou, succes. Nou, zo zit het dus niet in elkaar, gelukkig maar, voor de mensen die stage lopen. En dit zouden moeten doen. Er is namelijk gewoon één stylesheet. Dus als je daar aangeeft van nou, oké, ik wil deze tekstjes. En ik kan wel even kijken hoe ze die hebben genoemd. Oh, nou heb ik hem per ongeluk aangeklikt. Ik zal eens even rechtermuisknop hierop klikken. Inspect element. Nou. Even kijken, wat staat hier? Product Creator. Dus dit is dus een class, omdat die vaker terugkomt. Hè. Je ziet hier waarschijnlijk ook Product Creator als ik hier op klik. Ja. Nou, die zeggen van nou, alle Product Creators, daar moet dus gewoon... ja, daar moet dus het font size 12 pixels hoger gemaakt worden. Nou, ik kan hier dus dat aanpassen. Dit is dus live aanpassen, maar je snapt natuurlijk wel dat als ik dit aanpas. Ik zal eens even nog iets groter maken, dan kun je het misschien beter zien. Zie je, dan wordt alles groter. Dan is dat heel snel gedaan, want nu is dat eigenlijk door die hele pagina heen. Zie je, op al die plekken pas je dat automatisch aan en voor alle pagina's. Dat is super handig. Nou, dat is dus eigenlijk echt een heel belangrijk ding waarom je dus echt één stylesheet gebruikt. Nou, straks laat ik het heel even zien hoe dat ook in praktijk werkt met ons voorbeeld. Even kijken. Waarom vertelde ik dit? Ik weet het al niet meer. Maar goed,